Welkom op Literatuurplein of welkom op het YouTube-kanaal van Literatuurplein. Het ligt er maar net aan hoe je deze podcast beluistert. Ik ben in het nieuwe pand, het splinternieuwe pand van uitgeverij Nijg en van Ditmar in Amsterdam. En tegenover mij in zijn hand een wrap. Dat is een soort pannenkoekje en daar zit wat zalm in. Die wordt op dit moment verorberd door Henk van Straten. Ja, je begint gewoon al terwijl ik nog zit te eten. Henk van Straten eet een zalmwrap. Ja, en ik heb er nog één te gaan. Je hebt er nog één te gaan en je hebt nog een stapeltje eierenkoeken. Als het jou niks uitmaakt, maakt mij ook niet. Het maakt mij niks uit. We praten, Henk, over het boek Wij zeggen hier niet halfbroer. Ja. Dat boek is net verschenen, een paar maanden, 2 maanden geleden of zo? 14 maart. Anderhalve maand. Anderhalve maand geleden. Heerlijk. En er komt koffie. Dat is echt fantastisch. Dank je wel. Ja, ik heb het. Ja, dank je wel. En voordat we over dat boek gaan praten, heb ik één soort brandende vraag. Mm-hmm. Die ook misschien wel iets met het boek te maken heeft. Ja. Want normaal gesproken kom ik bij de mensen thuis. Als ik mensen schrijvers interview over een boek, dan zeg ik, nou, waar woon je? Dan kom ik naar je toe. Mm-hmm. Jij zei vrij beslist, nee, ik kom wel naar jou toe. Ja. Ja. En toen dacht ik, waarom? Ja. Want Eindhoven, daar woon je. Mm-hmm. Je boek gaat over hoe je weliswaar geboren bent in Rotterdam, maar bent opgegroeid ook in Eindhoven. Waarom kwam je liever naar mij toe dan ik naar jou? Ja, dat is wel een dingetje inderdaad. Nou, ik ben sowieso gewend om alle beroepsmatige dingen die ik doe, of alles wat met journalistiek of schrijven te maken heeft, is voor mij hier. Mm-hmm. Dus ik kom heel vaak naar Amsterdam toe. En ik vind het ook fijn en leuk om in Amsterdam te zijn. Maar dan heb ik ook een beetje die rol voor mijn gevoel. En dan wil ik daar ook wel weer uit. Ja. Kunnen. Dus dan reis ik weer weg uit dat gevoel. Ja. En ik weet niet, want het is ook bijvoorbeeld als ik met vrouwen afspreek, ga ik ook altijd daar naartoe. In de plaats van dat ik ze bij mij uitnodig. Ik wil toch wel dan weg kunnen. Ja. En ik wil weg kunnen, dat vind ik veel makkelijker en fijner dan tegen iemand te zeggen, ik vond wel weer welletjes, wil je nu vertrekken? Ja. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. Ja. En ook wel, denk ik, nog iets. Omdat ik zo gewend ben dat alle dingen hier zitten, mm-hmm, in Amsterdam. Weet je, de tijdschriften waar ik voor werk en redacties. Dat het ook bijna voelt alsof iemand die naar Eindhoven komt, dat een veel groter offer is dan dat ik naar Amsterdam kom. Terwijl het natuurlijk belachelijk is, want het is precies dezelfde reisafstand. Maar bij tijdschriften kan ik me voorstellen. Hè? Je schrijft voor Volkskrant Magazine, Linda, het nieuwe. Nee, Linda niet. Het nieuwe, sorry. De L. De L. Ja. Het nieuwe blad van Chantal Jansen. Ja. Ja. Ja, maar gewoon alsof. Maar dan ga je andere mensen interviewen, dus dan is het logisch dat je. Ja, precies. Nee, maar toch is er iets aan de hand. Namelijk, want het kan me ook frustreren. Je krijgt dat signaal ook soms van mensen in Amsterdam. Dat ze er gewoon van uitgaan dat je toch wel hier naartoe komt. Ja. En dat kan me ook wel kwaad maken. Van waarom zou nooit een keer iemand dat andersom doen? Want ik was graag naar je toe gekomen. Precies. Ja. Maar dan biedt iemand het aan, zoals jij, mm-hmm, deed. En dan heb ik toch zelf ook dat gevoel van, nou ja, je hoeft niet helemaal naar Eindhoven te komen, mm-hmm, hiervoor. Mm-hmm. Ja. Dus ik ben zo gewend aan dat ik voor elk klein wisselwasje, mm-hmm, naar Amsterdam toe moet komen. Dat voelt als een minder groot offer dan dat jij naar Eindhoven zou moeten komen. Ja. Wat kromme gedachten, maar het is zo. Nou ja, ik kan ook gewoon beginnen met de vraag die ik als eindvraag had bedacht. Waarom niet? Hè? Mm. Ben jij een kleine man? Mm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. En dat zeg ik met een mond vol eierkoek, maar dat is een beetje. Ben jij een kleine man? Ja, dat je je zo voelt. Ja, dat je je zo voelt. Mm. Ja en nee. Ik heb die kant wel, ja. Ik noem het zelf ook al vaak het kleine broertjescomplex. Ik heb natuurlijk 3 oudere halfbroers, waar het boek ook grotendeels over gaat. Ja. Ik schiet heel snel in de rol van, zeker als iemand ouder is, van een soort van kleinere broertjerol. En ik heb wel een beetje dat boertjes, niet broertjes, maar boertjescomplex ook. Dus hè, de Brabant. Geen opleiding afgemaakt en geen diploma's en
een punkbandjes gespeeld, weet je, dat ik altijd wel zo het idee heb dat ik ergens tegenop moet boksen. Dat ik er niet helemaal bij hoor. Maar aan de andere kant ben ik ook wel weer redelijk, kan ik ook wel toch ook wel fel zijn als ik het idee heb dat ik word benadeeld of iemand me probeert te piepelen of zo. Dus ik ben niet... Wat gebeurt er als iemand jou probeert te piepelen? Ja, dan kan ik wel agressief worden of voor mezelf opkomen heel snel. Dus dat zijn wel twee krachten die altijd met elkaar strijden om welke kant dan de bovenhand krijgt. Ja. En, maar ik weet niet helemaal, man. Het is te makkelijk om te zeggen dat ik dat, dus, dat zo is. Want ook zo dat ik kom al naar Amsterdam, dat is echt niet alleen omdat ik jou daar niet mee wil opzadelen van, oh jee, dat is vervelend voor Erik-Jan. Is ook voor een groot deel wel dat ik wil, ik heb een soort smetvrees wel. Dus ik wil, ik vind dit klinischer, zo hier naartoe. En het idee dat ik dan daarna weer, ik ben hier anoniemer. Ik ben hier een soort dwalende geest en ik doe mijn dingetjes hier en dan ben ik weer weg. En weet je, daar woon ik en daar ben ik dan weer. Ja, zoiets denk ik. En waar komt het verlangen naar, waar komt het verlangen vandaan om enige anonimiteit te hebben? Ik vind gewoon sociale omgang met mensen. Ik vind met mensen zijn kost mij heel veel energie. Tenzij het mensen zijn die ik heel goed ken, maar zelfs dan kan ik het nog hebben dat het gewoon mijn energie kost om met iemand samen te zijn. Dus ik heb een soort smetvrees in die zin dat ik dan niet wil dat dingen te dichtbij komen of dat ik word vastgepind of dat ik ergens te lang zit waar ik niet weg kan of dat iemand bij mij in huis zit. Dus ik wil het kunnen vluchten snel en ik wil de dingen vluchtig houden ook. Ben je gelukkiger als je de mensen niet om je heen hebt? Ook niet. Maar dan ben ik wel rustiger. Dus dan verbruik ik minder energie. Maar dan kan ik, dat zijn allemaal van die tegenstrijdigheden. Ik kan dan ook alleen wel weer eenzaam zijn. Of denk ik, ik zou wel iets leuks willen doen met iemand. Mm-hmm. Maar dan biedt iemand aan van, zullen we iets leuks gaan doen? Dan denk ik, ik weet niet of ik daar wel... om dan nou echt iets leuks te gaan doen, vind ik wel heel ver gaan, ja. Weet je? Ik heb er wel behoefte aan, maar dan wil niet zeggen dat ik meteen ook echt... Maar ik zie snel tegen dingen op. Daar kom ik steeds meer achter ook wel. Ik zie snel tegen... Ik, ook al heb ik ergens zin in, is er ook altijd een groot deel van mij dat er geen zin in heeft. Ja. En dat is met alles bijna wat ik doe. Zelfs gewoon iets gaan drinken met een goede vriend. Dan denk ik, ja, heb ik heel veel zin in. Maar denk ik ook, ja, ik blijf net zo lief thuis. En hoe kom je dan tot besluiten? Soms gaat dat uren zo door. Dat ik echt urenlang of een heel dagdeel dus bezig ben met... ga ik van nou dan wel of niet iets drinken? Ga ik nou wel of niet iets drinken? Dat ik helemaal gek word. En op een gegeven moment zit ik of op de fiets daar naartoe. Of ik heb afge-sms'd met een smoes. En ik weet nooit waarom het nou de ene keer links uitvalt of de andere keer rechts uitvalt. Nee. Maar ik word daar wel helemaal gestoord van ook soms, ja. 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 Van die twee stemmen. Ja, van die besluiteloosheid ook. Van waar heb ik nou zin in? Ja. Ik weet gewoon niet waar ik zin in heb. Dan heb ik wel een soort behoefte. Maar dan denk ik meteen, ja, maar die behoefte, als ik die ga uitleven, dan komen daar weer andere dingen bij waar ik weer misschien geen zin in heb. Ja, ja. En dan denk ik, dus dat, en daar word ik helemaal gek van. Maar dat is echt neurose gedrag ook af en toe. Want ik kan zelfs. Ik heb wel eens gehad dat ik gewoon een paar minuten lang op de drempel stond tussen twee kamers in mijn eigen huis. Van ga ik nou wel of niet in bad? Oh ja. Dat ik dat super groot maak. Ja. Ja. En dan hoor ik mezelf denken en denk ik, hoe zet het uit je hoofd? Ga in bad of ga niet in bad? Het maakt geen fuck uit uiteindelijk. Ja. Weet je, als je straks terugkijkt op je leven. Ik ben 70 of zo, dan heeft dit helemaal niet meer... Ga in bad, maar dan toch sta ik daar. Van, ga ik dan wel of niet doen? Want dan ga ik dan in bad en ga ik daarna dan lezen? Of ga ik daar dan nog iets kijken? Of ga ik nog werken of niet? Of ga ik eerst nog werken en dan als beloning in bad? Ja. Dat ik helemaal fucking gestoord ben, ja. En heb je op dat soort momenten een hekel aan jezelf? Ja. Ja. Terwijl je nog een eierkoek neemt. Ja, ik ga nu maar de eierkoek. Ja. Dat hoor je namelijk heel erg op podcast, wat prima is, maar dan is het verklaard. Ja, maakt het wat huiselijker, ja, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dan kan ik wel een hekel aan mezelf hebben, ja. Omdat je dus aan de ene kant rationeel voelt en weet, dit slaat nergens op, ja. maar toch hebt. Dus ik kan niet ingrijpen op mezelf. Ja. En dat maakt machteloos. Ja.
En ja. Dat maakt gefrustreerd en dat maakt kwaad. Dit is, vindt allemaal plaats in dat hoofd van jou. Je zit tegenover dat mooie, knappe kopie. Dat mooie, knappe kopie. En vanaf de voorkant van... we noemen het gewoon een roman natuurlijk. Nee. We noemen het geen roman. Nee. Nee, we noemen het helemaal geen roman. Het is geen roman. Het staat er ook niet op, roman. Ik vind het heel pretentieus klinken om het memoires te noemen. Maar als je letterlijk gaat kijken naar wat het is, dan zijn het toch jeugdherinneringen. Het is mijn jeugd. Maar toch? Nu herinner ik me ook dat op het schutblad staat niet roman, maar er staat een jeugd. Ja, een jeugd. En ik heb ook niks gefictionaliseerd. Ik heb wel heel duidelijk aan het begin gezet, het is mijn verhaal. Je herinnering is altijd voor een groot deel fictie, omdat het is en alleen jouw beleving. En daarbij is die ook vaak niet accuraat. En er is geen objectieve... Hè? Je kunt nooit het objectieve verhaal vinden, maar een roman noemen zou laf zijn geweest. Ja. Want dan impliceer je toch dat je echt aan het verzinnen bent gegaan. Nou, en waarom laf? Nou, omdat als dit mijn jeugd was, dan laat het ook maar gewoon mijn jeugd noemen. Het is toch niet laf? Het is een keuze van of je schrijft op wat er is gebeurd in je leven, of je gebruikt het als basismateriaal voor een roman. Ja, maar in mijn geval was dit laf geweest. Want? Omdat ik ook, de kracht van dit boek is ook dat ik een soort radicale eerlijkheid heb toegepast over dingen. En ik voelde ook dat daar een soort kracht in zat. En een soort heel eerlijk kijken naar hoe dingen gingen. En daarover mijmeren en daarover afwegingen maken. En als ik dat dan vervolgens had vertaald naar een roman, dan had ik gekeken, oké, hoe kan ik dit gaan inzetten voor dat verhaal? En dan had ik het liever helemaal niet gebruikt. Dan had ik liever dan was ik nog verder gegaan met fictie. En dan had ik natuurlijk wel, wat je altijd doet met fictie, dan had ik elementen gebruikt uit het echte leven. Ja. Maar dan had het hier helemaal niet op geleken. Nee. Dus ik wilde dit... Ja, ik zag ook dat het verhaal zelf gewoon kon werken. Weet je, dat dit een mooi boek kon worden. Wanneer zag je dat? Meteen al? Nee, na Bidden en Vallen. Je vorige roman? Die best wel dik was en veel tijd ingestoken. Ja, die verscheen 3 jaar geleden. Ja. Mm-hmm. En toen had ik niet meteen zin om weer aan iets groots te beginnen. Toen ben ik die stukjes gaan schrijven die ik op mijn website plaats en op Facebook en zo. Dus gewoon observaties, anekdotes, mijmeringen over mijn leven. En dat ging heel goed, want ik wilde warm blijven ook. Ik wilde wel de pen warm houden. Dus. Maar die vorm, dus die redelijk korte stukjes, dan schreef ik bijvoorbeeld ineens een stukje omdat ik terugdacht aan iets in mijn jeugd. En dan werd dat een stukje. En toen dacht ik, hey, daar zitten hele leuke dingen. Mm-hmm. Dus toen ben ik achterom gaan kijken. En toen zag ik ineens, daar zit een heel mooi verhaal. En niet omdat, weet je, ik wil niet dat het een boek is over één specifieke gebeurtenis of een jeugdtrauma of het verhaal over een jongetje dat, weet je, misbruikt of kanker kreeg of zijn ouders verloor. Of ik wilde het niet ophangen aan één, een soort unique selling point, wat je vaak ziet bij boeken over een jeugd of zo. Ik had veel meer in gedachten de vorm al, de stijl. Dus die redelijk korte stukjes steeds, van flarden van jeugdherinneringen en daarover contempleren en mijmeren. Dat heel goed zou kunnen werken, dat is voor mij super belangrijk. Dat je een stijl voor je ziet. Dus ik denk de helft van of ik iets ga doen, ja of nee. Want omdat ik weet, als je daar consistent in kunt zijn en je hebt daar een echt een mooi ritme in gevonden, dan heb je al heel veel. En als verhaal had ik veel meer voor ogen, zoals een film als Boyhood. Is. Dat vind ik een van de mooiste films die ik ooit gezien heb, omdat die ook gaat over wie we zijn en dat we uiteindelijk allemaal ons best doen en dat je van elkaar houdt of probeert te houden, maar dat het niet altijd lukt en dat je dan toch fouten maakt en de jeugd ook zien als een soort hindernissenbaan. Waar je dan op terugkijkt en denkt van, oh ja, natuurlijk, dit ging zo en onmacht en... goede wil en verdriet en dat je uiteindelijk dan toch maar wordt wie je wordt met al je littekens. Dus dat wilde ik doen. En dus dat begon met die anekdote over dat Playmobil poppetje voorin. Dat was eigenlijk vanaf het begin af aan was dat mijn misschien openings. Moet je me eventjes voorlezen als je je eikoek hebt verwerkt. Ja, ja. Gewoon even het begin, dan heeft de luisteraar ook een beetje een gevoel van... Ja, dan pak ik er nog één stukje achteraan. Prima. Want dan weet je ook een beetje het thema van die titel. Ja.
Een van mijn broers heeft ooit een Playmobil-poppetje in zijn anus gestopt. Of althans het hoofd van een Playmobil-poppetje. Welke broer dat is geweest, weet ik nu niet meer. Maar wat ik nog wel weet is dat we daarna om beurten aan dat poppetje hebben geroken. Ik herinner me een middag bij mijn vriendje Jan thuis. Jan had een jongere halfbroer, maar toen ik hem een keer zo noemde, halfbroer, kreeg ik op mijn donder van hun moeder. Wij zeggen hier niet halfbroer, zei ze. Je moet weten, ik ben een nakomertje. Ik heb 3 oudere halfbroers, hierna te noemen B1, B2 en B3. B1 is dan de oudste. Zij zijn volle broers van elkaar. Ze hebben een andere vader, of hadden, want hun vader is dood. Bij ons thuis mocht je wel gewoon halfbroer zeggen. Al noemden mijn broers me vaker bastaard en koekoeksjong. Ja. Dat is, dan heb je de titelverklaring. Dan heb je de titelverklaring. Ja. Ja. Nog heel eventjes, voordat ik misschien daar nog iets over doorvraag. Maar weet je nog wanneer je überhaupt bent begonnen met terugkijken op je jeugd? Was dat al tijdens je jeugd of kwam dat er echt na? Ja, daarna. Echt daarna. Dus in je jeugd had je dat niet? Nee. Nee, ik heb dat heel lang niet begrepen ook. Waar de dingen vandaan kwamen waar, die ik heb en waarom ik ben zoals ik ben. En dus een zij-effect of een neveneffect van dit boek is ook wel geweest. Dat ik daar veel beter begrip van heb. Mm-hmm. En ook dat vind ik, als ik dat zeg, denk ik meteen maar nee, ik wil het niet zo zeggen. Want het is, weet je, ik heb dat boek natuurlijk niet willen schrijven uit een soort therapeutisch oogpunt. Want dan vind ik het wel heel egocentrisch om anderen daarmee op te zadelen. Dus het streven en de drang was ook altijd gewoon, wat ik met elk boek wil doen, is een zo goed mogelijk boek schrijven. En een zo mooi mogelijk boek. En toevallig ging dit over mijn jeugd. En daarom hamerde je zo op die stijl. Ja. Ja, het boek moet werken. Maar inderdaad, voor mij persoonlijk een neveneffect is wel. Oké, maar dat ik je onderbreek. Maar dat is wel interessant. Want stel bijvoorbeeld dat jouw moeder heel ziek zou zijn geworden. Mm-hmm. Maar dat zou voor de stijl van het boek, of voor de continuïteit van het boek, een draak zijn. Wat doe je dan? Dan had ik misschien de behoefte niet gehad om dat boek te schrijven. En, maar omdat het een te groot onderwerp is. Ja, misschien. Of dan had ik er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dat toch niet het onderwerp zou worden. Yeah. Of ik had me toch erbij neergelegd van oké, ik ben een schrijver. Als mij dit overkomt, gaat daar een boek over komen. Yeah. Er is geen ontsnappen aan, mm-hmm. Dat snap ik ook. Mm-hmm. Ik las daar laatst nog zo'n heel supergoed essay over van Marja Pruijs in die laatste bundel van haar. Over dat er zo ontzettend veel boeken verschijnen over mensen die dan, nou ja, ziek zijn of geweest of te horen krijgen dat ze gaan sterven. En dat iets, ja, je kunt je daar op een gegeven moment aan gaan storen, weet je wel. Van natuurlijk, je gaat dood en je moet er wel over schrijven. Iedereen moet daar dan over lezen, over dat jij doodgaat. Ja. En toen vroeg ik mezelf al af, wat nou als ik te horen krijg, je bent over 6 maanden ben je dood. Dan zal ik er hoogstwaarschijnlijk toch ook over gaan schrijven. Omdat kijk, uiteindelijk kan ik ook natuurlijk helemaal niks anders. Mm-hmm. En dan ga je daar toch wel weer een verhaal in zien. Nu ben ik een beetje kwijt wat nou ja. Ik alweer de. Nou ja. Onder andere zit in jouw, of in wat je nu vertelt, dus dat je niet over dat grote onderwerp wil schrijven. Omdat iedereen. Nou, dan ik wil niet zeggen, precies. Ik wilde dat het meer was dan dat in dit geval. En ik kan soms. Weet je, maar soms misschien ook wel omdat het zou leiden tot een enorme empathie van mensen. Dat ze wat zielig voor je, Henk. Ja. Wat goed dat je dat hebt overwonnen. Dat ook. Maar ook omdat ik het in andermans werk gewoon niet zo boeiend vind. Kijk, als ik een boek lees over, in veel gevallen bijvoorbeeld over kindermisbruik of dat je ouders Alzheimer hebben of zo, dan weet ik toch, vaak kan ik wel een beetje invullen al hoe dat dan gaat. Mm-hmm. Ja, dan heb je hele schrijnende, ontroerende stukjes over dat iemand langzaam zijn geheugen verliest. En natuurlijk, maar dat is niet om arrogant te zijn, maar dat vind ik dan al snel te makkelijk of zo. Want mm-hmm. Natuurlijk krijg je dan die dingen. En natuurlijk zijn die ontroerend. En ja. Dus ik wilde daar een beetje, ik wilde dat anders doen. En dat vind ik ook goed geworden aan dit boek, is dat het dus niet, je kunt het niet pinpointen op dat is waar dit boek over gaat. Nee. Of dat is. Nee. Maar als we dan de voorkant van het boek eens even pakken en daarop kijkt een jonge Henk van Straten ons aan. Hoe oud ben je hier? Ik denk 10. En wat voor jongen zien we hier? Ja, een beetje blekige, wittige, gedwee, timide jongen wel. Terwijl ik was niet op die tijd in de lagere school, ik was geen heel stil of gepest kind of zo. Helemaal niet. Ik was wel eerder denk ik misschien een pester dan een gepeste. Maar heel gevoelig jongetje, ja. Dat vooral. Is dat een aparte combinatie, pester en gevoelig?
Nee, ik was geen pester. Ik zeg dit wel helemaal verkeerd. Maar ik zorgde er wel voor dat ik was ook wel een beetje een alfamannetje. Ik zorgde er wel voor dat ik bij een beetje de sterkste kinderen van de groep zat of zo. Oh, ja. Ik was geen pester. Ik was niet, weet je, niet zo'n klein sadistje of zo. Nee. Maar dus ik redde me op zich best. Maar ja, gevoelig mannetje. Onrustig gevoelig ventje. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. En als je dan toch, want dan pak ik toch wel even die titel er weer bij. Hè? Dan zijn we mooi, houden we mooi de structuur in ons gesprek. Wij zeggen hier niet halfbroer. Was halfbroer voor jou ook een gevoelig term? Ja. Ja, alleen heb ik dat natuurlijk toen nooit echt beseft. Want wat ik ook heel, dat met die passage die ik net voorlas, wat ik daar wel heel, die humor die mijn broers dan bijvoorbeeld hadden, want die noemden mij dus ook gewoon echt die bastaard of de koekoeksjong. Mm-hmm. En dan kun je denken, wat super grof en kwetsend. Maar dat vond ik ook heel prettig. En nog steeds ook. Weet je, die geen heilige huisjes humor. Daar hou ik heel erg van. Mm-hmm. Maar het wrange was wel dat parallel daaraan ik natuurlijk ook me echt half voelde. En dat kwam dan juist niet door die grappen per se. Maar dat had veel meer te maken met het gevoel dat ik had. En door mijn stiefvader. Mm-hmm. Ja, want je bent geboren in Rotterdam, vervolgens teruggekeerd naar de plaats waar je broers zijn. Ja, heel kort. Mijn moeder trouwde, die kreeg 3 kinderen. Ja. Die trouwde met een zakenman. Omdat ze dacht, ik moet nu maar eens een keer trouwen met iemand ook. En kwam uit een redelijk conventioneel gezin. Zij trouwde, ze kreeg 3 zoons en werd toen 6 jaar later verliefd op een kunstenaar die ze ontmoette bij... op een regiecursus. En toen viel ze hals over kop, werd ze verliefd. En toen is ze hals over kop naar Rotterdam verhuisd. En heeft ze in eerste instantie die 3 oudere broers van mij ook meegenomen. Dus die kwamen van een dorp in Brabant waar ze alle ruimte hadden. En er waren al grote jongens. En die zaten ineens op een piepklein appartementje in Delfshaven. Hm. En dus dat was natuurlijk een hele rare situatie. En mijn stiefvader kon daar ook niet mee omgaan. Die wilde geen part-time vader zijn of zo. Of die zei dan, nou, dan blijft me anders maar gewoon weg. En jouw stiefvader is dus je broers vader, Ja, hè? Precies, hun vader, ja, juist. Precies, ja. Waarop mijn moeder besloot, ik ga dan toch terug met die jongens naar hun vader. Zodat zij gewoon een soort van stabiel nest hebben. En ze nam mij mee. Ja. Dus ik was door de week was ik daar. En dan sliepen mijn moeder en mijn stiefvader dus apart. En dan in de weekenden reed ik met mijn moeder naar Rotterdam. En daar waren zij dan een stel. En dat is zo, na een jaar of 15 is dat zo gebleven. Maar dan is er dus heel veel half. Ja, absoluut. En ik voelde me dus... Half huwelijk. Precies. Dat werkte natuurlijk ook niet voor mijn moeder. Die is ook redelijk depressief geworden daardoor. Die zat tussen die 2 mannen in. En die zat in een soort web van haar eigen onmogelijke constructies. Ja, en nam een flesje wijn mee naar de slaapkamer. Precies. Belcheck en een fles Hema-wijn en kruiswoordpuzzels. Ja. En dus 's ochtends was haar deur ook dicht. En dan zaten wij aan het ontbijt met mijn stiefvader. En mijn stiefvader was een hele stille... snel geïrriteerde man van vaste gebruiken en routines. En als je die in de weg liep, dan was hij al snel dat hij daarvan baalde. En daar hadden mijn broers waarschijnlijk ook last van. Maar die dachten dan niet, oh, ik ben hem tot last. Weet je, hij is met mij opgezadeld. En dat heb ik mijn hele jeugd heb ik dat gedacht. Zij dachten gewoon, wat is hij zagrijnig? Ja. En die hebben daar ook wel hun klappen van gehad, als het ware. Dat zijn allemaal geen makkelijke praters geworden ook. En moeite met de intimiteit, zullen we maar zeggen. Hmm. Maar ik dacht inderdaad de hele tijd, ik moet op mijn tellen passen. Ik ben hier ongewenst en ik zit hem in de weg. Hij heeft last van mij. En daardoor, dat is eigenlijk mijn jeugd geweest. En dus dat is dat jongetje dat ik dus altijd... op mijn hoede was. En als de sfeer niet goed was, of als iemand chagrijnig was, dan was ik daar kon ik haast niet mee omgaan. Want dan dacht ik, nu, dit is niet goed. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Of dit komt door mij. En dan was ik bij mijn vader in de weekenden en dat was super fijn. En dat was, weet je, een man die heel veel met me speelde ook en heel veel fantasie. Maar toch, je bouwde je ook wel een leven op in Eindhoven en was je dan toch ook daar eventjes. En dan ging je weer weg. Ja, dus dat was een beetje zo die jeugdsituatie. En had dat beter kunnen gaan? Mm. En zo ja, hoe? Ja, daar ga ik me niet aan wagen.
Het had beter, natuurlijk, het had van alles kunnen zijn. Ik bedoel, als mijn stiefvader wat hij gewoon niet in zich had, maar als dat een wat meer open, spraakzame en openhartige man was geweest, dan had ik waarschijnlijk ook gewoon af en toe gehoord van, hey Henkie, en je hoort erbij, of we houden ook van jou. Ik denk dat er eigenlijk niet meer nodig was dan dat. Ja. Dus dat is wel cru, hè, ook om te bedenken dat daarmee had je een hoop shit kunnen voorkomen, als het ware. Maar ja, daar was hij de man niet naar. Hij dacht waarschijnlijk, hij was daar helemaal niet mee bezig. Dus pas later ben ik ook gaan bedenken dat hij heeft mij wel volledig geaccepteerd. Dat was alleen zijn manier. En hij dacht gewoon, het is goed zo. En we gaan er verder niet veel meer woorden aan vuil maken. Misschien ook juist wel uit een soort nobel streven van, dan voelt hij zich juist thuis of zo. Mm-hmm. Maar ja, ik had geen idee. Dus ik ben allemaal in mijn hoofd die hele andere dingen gaan bedenken. En dus ja, had dat anders gekund? Ja, absoluut. Maar dat... ik vind dat een hele... Dat is geen gedachte die mij... Dat houdt me dan weer totaal niet bezig. Nou ja, wat betreft in je antwoord is dat een paar woorden wel vuil maken al heel veel had gescheeld. Ja. Als iemand had gezegd, maar mijn vader is ook al heel lang overleden, maar weet je, stiefvader is ook overleden natuurlijk, als mijn vader af en toe had gezegd, goed gedaan Erik Jan, echt oprecht, dan was ik een veel gelukkigere jongen geweest. Ja, zeker. Nee, ik snap wel dat je er niet aan wil wagen, maar het is wel hoe het zit. Ja. En het is ook iets wat ik wel meeneem in mijn eigen opvoeding met mijn jongens. En ook mijn broers ook. Twee zoons? Ja, twee zoons. Een van 10, een van 6. En mijn broers hebben ook allemaal kinderen. En die zijn zich daar ook van bewust. Dus mijn broers. Ook al was het dan wel hun vader. Ook zij hadden een stille, zwijgzame man die dat niet snel zei. Dus die... Ja, dat is wel mooi om te zien. Dat je zelf weet hoe belangrijk het is om die dingen gewoon te zeggen. Want jij zegt af en toe tegen je zoon, goed gedaan. Of? Ja, vaak en zeker. Eigenlijk wanneer ik kan, zeg maar. Wanneer ze iets goeds doen, eindelijk een keer. Nee, dan snap je. Nee, maar dan zal ik dat heel snel zeggen. Misschien wel weer te snel, dat kan ook. Hè? Ja, ja, en we zeggen 100 keer ik hou van je per dag. Dat het soms ook, dat wordt ook eens een devaluatie treedt dan op. Hmm. Weet je, wel rustig, hou van jou. En dus daar moet je ook even voor waken dat het niet gewoon zoiets is wat je dan zomaar zegt. Ja. En weet je, dat is ook wat ik in dat boek ook wel schrijf. Van die momenten waarop ik een beetje aan het mijmeren sla, is dat je kunt als ouder ook niet weten waar je blinde vlekken zitten. En elke ouder gaat dus zijn kind opzadelen met, tussen aanhalingstekens, trauma's. Noem het maar mini-traumaatjes of zo, hè, of littekens. En in het boek vergelijk dat met een soort canvas waar gewoon op... En dat is ook wat jou een volwassene maakt. En als je dat helemaal niet zou hebben, zou je een soort van karakterloos ook bijna zijn. Dus, en ik denk, weet je, voor hetzelfde geld krijg ik... Als mijn jongens groot zijn, krijg ik hele andere verwijten. Als we een keer doorzakken met whisky en ze zijn 20 en dan... Ja, maar papa, weet je, je deed nooit dit of je deed altijd dat. En ik denk dat je daar niet aan komt. Misschien heb ik al veel te vaak gezegd, goed zo. En dan zijn ze daardoor super lui geworden en hebben ze nooit ambitie getoond. En dan krijg ik dat op mijn bordje. Van als jij iets meer op ons op de hiel had gezeten... En als ik niet zomaar van de waterscouting af mocht wanneer ik wilde... Dan had ik misschien leren volhouden. Weet je, dan sla je misschien... Wil je links voorkomen en dan sla je rechts, sla je door. Ja. En ik denk ook dat je moet... Nou ja, goed, dan is dat het maar, toch? Dan wordt dat hun issue met mij. Ja. Wat heeft het met jou gedaan, Henk, om zo eerlijk te schrijven? Want dat schrijf je, dat was je opzet, of dat zeg je. Dat was je opzet om zo eerlijk mogelijk te zijn. Ja, ja. Was dat moeilijk? Nee, helemaal niet. Omdat ik toch ook gewoon een boek aan het schrijven ben. Het is ook een verhaal. Dus ik creëer ook een soort distantie tussen mij en dat jongetje. En ik ben ook al ben ik dus heel eerlijk, dat zet ik ook in. Omdat ik voel, oké, hier heeft het kracht en hier werkt het goed. Dan was je niet bang voor reacties uit je familie? Dat vond ik natuurlijk wel even spannend. Mijn broers die maakten ook grappen al wel vrij snel toen ze wisten dat ik erover aan het schrijven was. Toen we waren een keer aan het varen op de Vecht met z'n vieren. Dat was heel mooi trouwens, we hadden een bootje gehuurd. Met biertjes erbij en een beetje zo varen. En toen wisten ze ook dat boek aan het schrijven was. Toen zeiden ze ook, als het boek ons niet bevalt, dan maken we nog zo'n boottochtje. Maar dan nemen we vuilniszakken mee en zware stenen en een touw. Godfather. Juist. Ja, dus we konden er al wel vrij snel om lachen. Ja. Maar natuurlijk vond ik dat heel spannend. Mijn moeder ook. Weet je, als er iemand tussen aanhalingstekens slecht vanaf komt, dan is het mijn moeder. Die heeft natuurlijk bepaalde keuzes gemaakt die misschien niet heel, heel slim waren. Maar ook omdat zij niet anders kon.
Ik vond het spannend. Maar ik wist wel al heel snel, tijdens het schrijven ook, er zit heel veel liefde in dat boek, denk ik, ondanks alles. Dus ik ben eerlijk over, maar er worden eigenlijk geen verwijten gemaakt. En als het iets doet, is het begrip kweken, denk ik. En dus dat voelde ik. Ik wist, dit gaat misschien een confronterend boek worden, pijnlijk. Maar uiteindelijk, wat er overblijft, is een gevoel van liefde en begrip voor elkaar. En de dingen die we gedaan hebben en de mogelijke misstappen die we gedaan hebben. En dat is dus ook precies wat zo'n film als Boyhood bij mij triggerde. En wat eigenlijk, ik heb dat bij heel veel goede, ja, hoe moet je het noemen, dramafilms of gewoon films, hè, over wie wij zijn. En ook bij romans. Dus wat ik bij Boyhood ook had, is dat je een soort van diepe compassie voelt na het zien van zoiets of het lezen van zoiets voor gewoon wie wij zijn. En dan heb ik het dus niet over het particuliere geval van mijn jeugd, maar ook voor elkaar of zo. Weet je, dat je ziet van shit man, het is... We proberen het links goed te doen en we verneuken het rechts. En daar zit ook iets heel moois in. Ja. En dat heb ik ook, dat theatrale heb ik ook wel georven van mijn ouders en vooral van mijn moeder. Want zij, dat is wel een leuke terzijde, we werden geïnterviewd door de Libel over dit boek, mijn moeder en ik. En uiteindelijk, omdat het een vrouwenblad is dan, wilden ze vooral de focus leggen op haar. Wat dus in de praktijk bleek, dat hele interview was met haar en ik had een soort van voetnoot van, en dit is de schrijver van het boek. Dus die journalist die kwam bij mij thuis, dit keer wel. Ja. Sorry Erik-Jan. Mijn moeder praatte met haar en ze vond het heel spannend, maar ze was ook heel open en oprecht en huilen ook. En dat is mooi om te zien ook, maar ook moeilijk. En op een gegeven moment vertelde mijn moeder zo, die was ook zo aan het vertellen van, dit was een afschuwelijke tijd en wijden ze uit over iets, waarop ze vervolgens iets zei van schitterend of zo. Ze noemde het prachtig ineens. En die journalist die zei ook zo van, ja, maar het was eigenlijk een hele zware tijd toch? Ik wist meteen wat mijn moeder bedoelde, dat je toch ook het leven terwijl het zich ontvouwt en zeker als het achter je ligt al, toch ook al heel snel op een soort dramaturgische manier bekijkt. En dat doe ik ook heel snel. Ik zie toch al heel snel een film of een boek en dan zijn dat juist de scènes die het mooi maken. Juist die scènes waar het wringt en waar het even pijn doet. Dat is je materiaal of zo, hè? Ja, maar ik vind het zelf toch best moeilijk, zeg maar in jouw geval, een moeder die dan kiest voor een verliefdheid. Ja. Ik bedoel, ik ken je moeder natuurlijk niet, maar ik zou nog best lang blijven hangen toch, of misschien wel echt blijven hangen bij dat gevoel van waarom ben je toen daar, weet je wel, waarom heb je die onrust veroorzaakt, waarom heb je niet gewoon 100% voor mij geleefd, om het even heel stom te zeggen. Ja, omdat ik dat toch wel... Jij begrijpt het meteen. Ja, begrijpen. Ja, toch wel. Ja. En ook omdat ik helemaal geen zin heb ook in verwijten. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet dan ook. En daarbij, ja, kijk, zij werd dus verliefd. En dat kan gebeuren. En mensen verlaten hun partner. Maar zij heeft dus ook willen kiezen voor die drie jongens ook. Om die toch hun vader te gunnen. Dus dat vind ik ook heel mooi. En dan in de weekenden met mij naar mijn vader. Waardoor dat dan voor haar, zeg maar, voor iedereen het beste zou werken. Maar dat waren dat allemaal halve constructies. Dus het werkte voor iedereen een beetje. Of averechts of slecht. Maar dat was haar manier van de boel toch bij elkaar te houden. Ja. En voor iedereen het beste te doen. Waardoor zij als een soort in het midden van dat web zat. Maar is dat gevoel van begrip of inlevingsvermogen, is dat er altijd? Of is er bij jou ook wel af en toe dat je iets meer op jezelf gericht bent, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel? Nee. Nou ja, nu, je leeft je heel erg in de beweegredenen van je moeder. Mm-hmm. Maar je kan er ook je inleven in je eigen beweegredenen. Ja, maar jazeker, maar dat doe ik volgens mij ook in dat boek. Dat die hang naar identiteit en een soort van inherente eenzaamheid en zoeken naar heel zijn, compleet zijn. En hoe ik dat uiteindelijk in die drugs ben gaan opzoeken en in vechtpartijtjes. Mm-hmm. Weet je, die vechtsportkant en die fysieke kant. En dat zie ik. Dus ik heb ook juist heel veel begrip en liefde wel. Een soort zelfcompassie voor hoe ik ben nu. Maar ook woede? Nee, ik heb niet zo snel. Ik heb niet zo snel
woede. Hooguit op kortere momenten, zo instant woede. Dat, mm. Dat je iemand een hoek wil geven of zo. Maar niet zo'n soort chronische woede of iets. Nee, nee. Dat zit er niet zo in of zo. Omdat ik toch al vrij snel altijd zie, ja, dit... Je hebt ook zo'n soort boeddhistische meditatietechniek waarbij je, als je iemand haat, dan kun je mediteren en dan begin je bij het feit dat iemand ooit geboren werd. En dan zie je hem in gedachten, laat je hem dan opgroeien. En als je dat doet bij iemand, dan ontkom je er bijna nooit meer aan om dan toch een soort van begrip voor iemand te hebben. En dat gaat bij mij misschien wat automatischer, dat ik daar geen meditatietechniek op toepas. Maar ik zie dan toch vaak, ja, die dingen gaan dan zo. Ik heb dat zelfs bij, weet ik veel, dictators of bij Hitler. Dan denk ik ook, ja, het is natuurlijk geen monster. Het is niet, hij komt niet van een andere planeet. Dat kan niet. Het bestaat nou, je hebt eenmaal mensen met mensen dingen en dat kan gruwelijk misgaan. Maar dat is ook dat is een traject geweest van links, rechts, daar, hier. Genen, opvoeding, situatie. En ik beschouw die dingen al snel als natuurfenomenen ook. Dat, voor mij is er weinig verschil tussen Anders Breivik, die een heel eiland met onschuldige mensen afslacht, en een tsunami. En dat heel veel mensen zullen daar kwaad om worden, want dan blijkbaar dan laat ik vrije wil buiten beschouwing of zo. En maar daar geloof ik dan denk ik ook niet zo heel erg in. Maar ik denk, zoals een tsunami, één keer in de zoveel tijd kan ontstaan, omdat de temperatuur is goed, de stand van de maan, de geografische ligging, de diepte van de zee op dat punt, weet ik veel. Dat zorgt ervoor dat je al die ingrediënten bij elkaar krijg je ineens zo'n freak accident. En dat is wat er dan gebeurt. En ik zie zo'n Anders Breivik, om maar een voorbeeld te noemen, zie ik ook als dat. Eens in de zoveel tijd heb je iemands genetische materiaal, iemands opvoeding, de periode waarin die opgroeit, de plaats waarin die opgroeit, die dingen bij elkaar. En je hebt een tsunami. En omdat ik het zo zie, vind ik het moeilijk om dan iemand te haten. Want je gaat een tsunami, weet je, er zijn ook mensen waarschijnlijk als hun huis omver is geblazen door een tsunami. Die gaan misschien ook die tsunami haten, maar toch laat je die haat wat sneller gaan, toch? Want het is geen mens. Het is een tsunami. Juist. Ja, en omdat ik zelf die mensen ook een beetje zie als een tsunami, kan ik die dus ook moeilijk haten. En waarmee ik dus niet wil zeggen, hij hoeft geen straf of je hoeft er niks aan te doen. Tuurlijk, als je het kunt voorkomen en je kunt het indekken of indammen, dan ben je natuurlijk moreel verplicht absoluut om dat te doen. Wat je bij een tsunami ook zou doen. Maar dus haten. Ja, haten vind ik lastig. Dat kan ik moeilijk oproepen. Dus wel instantmatig, wat ik net zei. Dus als ik het zie gebeuren, stel ik zie onrecht en ik zie dat het misgaat en ik zie iemand zich walgelijk gedragen, dan heb ik natuurlijk wel zo'n emotionele trigger van en nou hier heb je een hoek te pakken. Maar als je me dan een jaar later vraagt, haat je diegene, dan zal ik waarschijnlijk ook weer niet zeggen, nee, die haat ik niet. Misschien op dat moment even. Ja, zeker. De acute woede en haat kan ik wel voelen. Ja. Laatste vraag. B1, B2, B3, je drie halfbroers. Ja. Hoe hebben die gereageerd op het boek uiteindelijk? Jullie zijn niet gaan varen. Er staat een vaartochtje gepland. Ik kreeg net een app. We gaan binnenkort weer varen, ja. Op de Noordzee. B1, B2, komt dat trouwens van Bassie en Adriaan? Is dat een grap daar? Nee, zeker niet. Vroeger twee boeven die B1 en B2. Oh ja, dat weet je niet. Okay. Nee, dat was meer omdat ik wilde geen echte namen gebruiken. Nee. Dus dat vond ik ineens leuk om te doen. Ja. En dat boek is heel goed gevallen wel. Ook confronterend. Maar dat is voor iedereen denk ik heel goed geweest. Ook om een soort beter begrip te hebben van wie wij zijn en hoe wij ons tot elkaar verhouden. En ik weet, bijvoorbeeld van mijn moeder is dat ook absoluut zo geweest. Die had dit wel nodig of zo. Dit was een soort catharsis, een soort louterende gebeurtenis. Maar misschien had jij, maar dan ga ik invullen, maar het is wel een vraag. Het is echt een vraag hoor. Had jij het misschien wel nodig om niet te willen komen van halfbroer naar heelbroer, maar gewoon Henk te zijn of zo? Dat is een hele rare vraag, maar misschien werkt die. Ja, dat... Halfbroer, weet je wel, als je zegt, we zeggen hier niet halfbroer, wij zeggen hier niet halfbroer, dan moet je uiteindelijk heelbroer worden. Maar dat word je natuurlijk niet. Nee, dat word je niet. En dat is ook inderdaad niet, maar wel een soort acceptatie van hoe de dingen zijn. En, uh,
En dat gevoel van half, dat zit natuurlijk niet alleen in dat thema gaat wat breder dan alleen maar een halfboel voelen. Dat gaat ook, wat heel veel mensen denk ik met mij hebben en jij vast ook, dat gevoel dat er altijd iets anders nodig is om heel te zijn. En dat diepe verlangen naar een soort van terug naar de moederschoot. Wat ik natuurlijk met drugs kon ervaren op die manier. En ineens zag van dit is waar ik altijd naar op zoek ben. En waarom je religie zoekt en noem het allemaal maar op. En dat, net zoals dat je dus nooit een heel broer kunt worden en ook nooit compleet kunt worden, ben je het in feite misschien toch wel. Dat is, bestaat naast elkaar. Dat is een soort van contradictie die toch kan, denk ik. Ja, maar dan is het ook mooi dat halfbroer opeens maar een woord is. Ja, precies. En ook en nogmaals, ik vind het ook heel leuk dat we nu, ik voel me nu meer heel broers met mijn broers dan ooit. Maar dan vind ik het nog steeds leuk dat ze mijn bastaard kunnen noemen. Ja. Weet je, dat heb ik veel liever dan dat ik in een gezin zou zitten waarbij dat woord niet, zoals bij dat vriendje toen, waarbij dat woord niet gezegd mag worden. Omdat het zo'n taboe is. Nou, nee, laat het. Ik wil geen taboes en ik wil geen heilige huisjes. Nee. Schop het allemaal maar omver en kijk dan wie je bent en hoe je met elkaar omgaat.